jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik naar Amsterdam en neem ik jullie weer gezellig mee. Ik ben aangekomen in Amsterdam. Kijk. Kijk deze dan. Die ruikt echt lekker. Moet je deze billboard dan zien? Dat is een unicorn. Zo lekker. Moet je voorstellen, chocolade cupcakes. Oh, het ruikt echt lekker. Wat is dit? Die ruikt echt super lekker. Deze moet je echt ruiken. Zoals jullie zien ben ik nu thuis en ik laat jullie nu zien wat ik heb gekocht bij Lush. Dit is het tasje van Lush. Dit heb ik als eerste eruit gepakt en het is een badbom, zoals je ziet. En hij heet Sakura. Ik vind hem zelf echt heel erg mooi. Kijk maar, hier heeft hij ook zo'n hele kleur, allemaal zo'n kleuruitbarsting. Dat vind ik wel echt heel erg mooi, daarom heb ik hem ook meegenomen. Oh, hij ruikt gewoon zoet, het is gewoon heel erg lekker. Dit is het volgende wat ik eruit heb gepakt
En het is ook een babboen. En het is deze. Nou, jullie zien het nu niet, maar ik ga hem eruit halen. En hij heet Experimenter. Ik heb geen idee. Het is een soort van diamantachtig. Hij heeft heel veel kleuren. En het heeft echt een heel apart geurtje. En hij glittert heel erg. Ik vind hem heel erg lekker ruiken. Ja. Dit is het volgende wat ik heb gepakt. En dit is een bubbelbar. Maak hem even open. En dit is de unicorn en hij heet Candy Mountain. Ik vind hem zo schattig toen ik hem zag in de winkel. En hij rook zo zoet. Ik vond hem gewoon heel erg leuk. Het is een unicorn dingetje, zo. Ik vind hem gewoon heel erg leuk. Ik ben er verliefd op. Dit is de volgende die ik eruit heb gepakt. En het is een shower gel. En het is een citroensmaak, heb ik al geroken in de winkel. En toen ik hem zag, hij was gewoon goud. En toen dacht ik, die moet ik gewoon meenemen, want ik vind hem gewoon heel erg mooi. Kijk maar. En als je erin tikt, dit is gewoon heel erg jellyachtig. Ik haal hem er nu uit. Als hij wil. Ja. Dit is hem. Ik vind hem gewoon heel grappig. En hij is dus zoals je ziet goud. En hij ruikt heel erg naar citroen. Dit is ook gewoon een hele lekkere. Dit is weer het volgende wat ik heb gepakt. En het heet de Rub Rub Rub. Het is een shower scrub voor je huid. En je kan het ook voor je voeten gebruiken, stond erop. Ik heb geen idee. En ja, laten we hem nu gewoon openmaken. Je hoort meteen al de korreltjes. En het is blauw. Het ruikt zo lekker. Het ruikt gewoon fris. En je wordt er gewoon heel vrolijk van. En je voelt, als je erin voelt, voel je die korreltjes. Ja, ik vind deze ook gewoon heel top. Dit is de volgende die ik heb gepakt. En deze vind ik nog wel heel erg speciaal. Want ze zagen mijn vlog in de winkel. En toen zeiden ze, neem deze ook maar mee. Om er ook iets leuks over te vertellen. En toen heb ik deze dus gekregen. En dat vond ik heel erg lief van ze. En het is de Sugar Plum Fairy voor je lippen. Dat wrijf je gewoon in. Het is een scrub. En dat lik je dan vervolgens lik je dat af. En dan moet je lippen, die moeten dan vervolgens moeten ze heel erg zacht zijn. En het is een paarse. En hij ruikt een beetje lekker naar cassis. Ik vind hem echt heel erg lekker. Ja, dit is echt een hele lieve. Hele goeie. We komen bij de laatste aan. Dit is eigenlijk hetzelfde verhaal als de vorige. Met die lippenscrub. Dit is de tandpasta. En dan hoor je dus je tandenborstel hoor je nat te maken. En het hierin te deppen. En het is de aardbeiensmaak. En ik vind hem echt... Hij ziet er gewoon zo schattig uit ook. En ik maak hem nu even open. En als je goed kijkt, zie je alleen maar allemaal korreltjes erin. En het is ook een soort, het lijkt een beetje op zand. En het ruikt echt zo lekker naar aardbei. Ja, dit vind ik ook echt heel erg leuk. Toen ik klaar was met Lush, ben ik nog naar de Victoria's Secret geweest. En wil ik dat ook aan jullie laten zien, wat ik daar heb gekocht. Dit is de tas van de Victoria's Secret. En ze hebben echt hele leuke soort van papiertjes erin gedaan. En dat maakt het gewoon heel erg schattig. Nu haal ik het cadeau eruit. Dit is hem. Ik vind hem, toen ik hem zag, vond ik hem super schattig. En er staat op Love and Lipstick. En hij is echt van de Victoria's Secret. En hij glimt helemaal en de achterkant ook. En deze kan je gebruiken voor om je lipglossjes in te doen, make-up in te doen. Je kan hem overal mee naartoe nemen, je telefoon in te doen. Je kan hem mee naar de bioscoop nemen, naar alles. En ik vind hem zo handig en zo leuk. Zo ziet hij er van de binnenkant uit, gewoon heel roze. Ja, deze geef ik sowieso een duim omhoog. En doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Doei!